We hebben goed geslapen. Opzien. Om een iets rustiger jaar toch nog in stijl af te sluiten, zet ik samen met PG van de Instagram-accounts Discovery Addict en Ten René afgelopen najaar koers naar de Molagoes-woestijn in Spanje. Na een typische te korte nacht door veel te last minute nog de bagage te moeten maken, waren we er uiteindelijk mee weg. Deze keer ruilde PG zijn Land Rover Discovery in voor zijn Yamaha Tenere. Om rug- en zitvlak te besparen, namen we de motto eerst mee op aanhangwagen richting Spanje. Zo konden we gedurende onze 1400 kilometer lange heenrit op het gemakje nog wat bijbabbelen. Ook deze keer gebruikten we als basis voor onze overlandtrip de grondig uitgewerkte roadbooks van Vibraction, die een mooie mengeling bieden van natuur en cultuur. Deze keer viel ons oog op roadbook 36, die ons vanuit Naval richting Zaragoza neemt, dwars door de Molagoes-woestijn. We zijn op onze eindbestemming Zaragoza, maar we zijn hier nu gewoon om de remorque af te dumpen. PG heeft zijn motor ervan afgepakt en nu gaan we naar het begin, naar Naval. Er is niks mooier dan de uitgestrekte woeste landschappen van een woestijn. Dus ik keek er ook enorm naar uit om deze kleinste en meest onbekende van de drie woestijnen die het Spaanse vasteland te bieden heeft, te ontdekken. Ik had dit roadbook al enkele jaren geleden aangekocht en aangezien het wat korter en minder ver is dan de vorige twee woestijnen, was dit perfect voor een kort laatste trip dit jaar. Lasse, ben je klaar voor het vertrek? Yes! Ja, hopla. Almost! Vrij technische pittige stukken, waar zowel twee- als vierwielers wel een uitdaging aan hadden. De landschappen, die waren direct raak, al deden ze in het begin nog niet echt aan woestijnen denken, maar ça va. Vanaf het eerste mule zand onder de wielen begonnen te woelen, duurde het wel niet lang meer eer we getrakteerd werden op onze eerste spectaculaire zichten. Kortom, dag 1 van de rit, dat was al zeker een succes. We zijn weer veel te laat op kamp toegekomen vanavond. We hebben wel een keischoon plekje gevonden, maar nu gaan we beginnen met eten maken. We moeten nog 6 minuten en 25 seconden wachten eer we hier een verrukkelijke maaltijd hebben van zowel pasta carbonara oftewel jachtschotel met rundvlees. Alsjeblieft. Goedgekeurd. We kunnen eten.
kan zien, een beetje last gehad van de dauw deze nacht. Ik noem hem dus een Spaanse droogkuis. Alles begint uitgedroogd te geraken. We zijn stilletjes aan klaar voor vertrek. En dan gaan we een keer richting Sierra Gubierre gaan en vertrekken ze. Direct bij vertrek merkten we dat we nu echt wel voet gezet hadden in de Monegros woestijn. Gisteren hadden we jammer genoeg niet zoveel kilometers gedaan als we gepland hadden om in 5 dagen de volledige route te kunnen voltooien. Benieuwd of we die schade vandaag gaan kunnen inhalen. Ons doel gisteren was eigenlijk om in Sierra Gubierre te geraken en aan een van de typische tozals te kunnen overnachten. Deze tozals zijn torens gevormd door eeuwenlange erosie en geven de Sierra Gubierre dan ook zijn uniek karakter. 1 keer per jaar is de Sierra Gubierre dan ook dé locatie voor het Nowhere Festival. De Europese variant van het bekende Burning Man Festival dat in de Verenigde Staten georganiseerd wordt. Hopelijk hebben we de agendas goed nagekeken en kunnen wij toch van iets meer rust genieten. We komen in Sierra de Gubierre, een dag later dan gepland, maar het is niks, het is vakantie. Nu gaan wij hier eten maken, hè, na de ganse dag boerijen. En dan rustig spaghetti eten en ons bedden. Tot morgen! De eten staat op, maar we hebben een probleem. Nee, ik heb geen probleem. Iedereen heeft een probleem. Mijn fles is bijna leeg. Dat is een gevolg van het probleem. Maar zijn echt probleem is... We staan hier midden in het woestijn. En ik heb nog 3 blokjes op mijn motto. Dus dat wil zeggen dat ik nog zijn vak kan rijden, maar ook niet zo heel ver. Ruud, je zei nog, moeten we tanken? Nee, we moeten niet tanken, we rijden door. Dat is het probleem voor morgen. Vanavond gaan we ons eerst ontspannen. Na onze nacht op deze echt wel epische plek, gingen we dan maar op zoek naar brandstof voor PG. Wat in deze verlaten contrij toch nog niet zo evident bleek te zijn. Eigenlijk. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business.
let's get down to business. Voilà, PG heeft eindelijk terug vanaf. Ik heb het terug gehoord. Yes. Zit er weer al een beetje achter op schema. Maar, komt goed, hè. Komt goed. Let's get down, let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Deze vanmiddag nu al wat gereden en nu een schoon puntje plekje. En lekker de restjes van gisteren. Pasta in een zakje. We hebben weer al de geplande kilometers niet gedaan voor vandaag. Maar ja, daar hoort er een beetje bij zeker. Dat is voor de volgende keer dat we veel minder kilometers moeten inplannen. Eindhoven gaat ook wel in de problemen komen, maar we zullen gewoon naar daar rijden voor de foto waarschijnlijk. Nu, hier is gewoon plekjes, hè. Met een, ik ging juist zeggen, met een gigantisch schoon zicht, maar ja, zicht is nog altijd wel. Oké. I have to praise you like I should.
nog niet zoveel beeldmateriaal, met dat we een beetje aan het knallen zijn. We hebben al keiveel kilometers gedaan. Eigenlijk ben ik zo goed als de afgelopen 3 dagen op één dag. Hier nu even een schoon zicht. Het is wel licht met de knoppen. Mijn. Maar daarvoor komt Anne to the rescue. Merci Anne. Dank u Anne. Eindelijk op ons plekje toegekomen zijn we vandaag. Hoe gebold. In totaal iets van een klein 150 kilometer roadbook gereden. En daarbovenop nog een omtoer van 30 kilometer voor naft. Ik kan daar ook niet aan doen dat al die tankstations dat wij passeren die gesloten zijn. Is gesloten of failliet of weet ik veel wat. Spanjaarden gebruiken geen naft meer. Maar kamp opzetten hier nu is. Laatste keer dat we echt kamp opzetten, dus dat is al gedaan. Nog de laatste dag en zien we verder hoe we gaan geraken zitten. Opgestaan, het gas gegeven zodanig dat we direct gaan kunnen vertrekken in de ijdele hoop om vandaag uit te rijden. We gaan hier een handdoek in de ring gooien voor ons roadbook. We zijn hier aangekomen aan restaurant El Español. Ja. We gaan nu nog proberen tot aan de stier te rijden, maar we hebben hier deze middag ons een beetje te goed gedaan aan een all-you-can-eat buffet. Buffet heeft gewonnen. We hebben geprobeerd, maar het is niet gelukt. Moest hier ooit in de buurt zijn, aanrader.
Ja, Pieter Jan wel even een half uur moeten geven en dan zijn we weg om te vertrekken. Van de route. Take my mind and take my pain. An empty bottle takes the rain. We hebben niet de ganse route moeten gereden, maar we hebben nog gewoon een klein stukje afgesneden. Op het einde toe heb ik zitten afroeren. Iedereen zit er helemaal door. Ja. Helemaal. En om te bewijzen dat we het einde gehaald hebben. El Toro! Things like